Het OpenRLink multimedia systeem gebruikt de allerbeste Google-technologie voor een intuïtieve en gepersonaliseerde rijervaring. Het systeem is gebaseerd op Android en u gebruikt het net zoals een smartphone via het touchscreen en spraakherkenning. Met Google Assistant zegt u gewoon "Oké, Google" of u drukt op deze knop op het stuurwiel om het multimedia systeem of voertuigfuncties zoals klimaatregeling of de instellingen van Multisense te bedienen. Android Auto is ook compatible met Apple CarPlay, zodat u uw favoriete smartphone-apps via draadloze mirroring direct vanaf het centrale OpenRLink-scherm kunt openen. Uw OpenRLink multimedia systeem kent verschillende werelden: navigatie, audio, telefoon, toepassingen en voertuig. U drukt op een van deze knoppen om van de ene wereld naar de andere te gaan. Op het mediascherm is de balk Werelden altijd zichtbaar en toegankelijk, welke functie u ook gebruikt. In de wereld Navigatie kunt u uw huidige rit en uw positie op Google Maps bekijken. Er zijn twee aanpasbare widgets op dit scherm voor gemakkelijke toegang naar twee functies van het multimedia systeem. Google Maps heeft enkele speciale EV-functies die lange ritten optimaliseren door de beste combinatie voor te stellen van beschikbare en compatibele laadpunten, zodat u in de kortst mogelijke tijd op uw bestemming bent. Gebruik de wereld Audio om naar de radio, of naar een andere muziekbron te luisteren. Gebruik de wereld Telefoon voor toegang naar telefoonfuncties die zijn gekoppeld aan het multimedia systeem. U kunt bellen en uw belgeschiedenis of uw lijst met contacten bekijken. Als u gebruik maakt van smartphone mirroring, wordt de wereld telefoon genegeerd en verschijnt dit pictogram. In de wereld toepassingen kunt u uw favoriete in-car apps gebruiken, deze configureren en nieuwe apps downloaden vanuit de Play Store. In de wereld voertuig kunt u bepaalde voertuigfuncties bedienen, zoals Multisense, rijondersteuning, parkeerhulp en EV-functies. U kunt ook de diverse instellingen van het voertuig en het multimedia systeem beheren. Ten slotte, als u hier een witte stip ziet, betekent dit dat u een nieuwe melding heeft. Druk op deze knop of veeg van het midden naar beneden op het scherm om het meldingencentrum weer te geven. U kunt zo meldingen zien terwijl u rijdt, zoals gemiste oproepen, ontvangen berichten, beschikbare updates en voertuigalarmen. U kunt dit pictogram gebruiken om uw gebruikersprofiel aan te maken en te configureren.